Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Vanochtend, eigenlijk vannacht is Jordi wakker geweest. En vanochtend, toen was hij ook heel vroeg wakker. En hij wil zijn bril niet meer op. Hij heeft pijn ergens, dus ik heb paracetamol in zijn fles gedaan. Het is nu niet dat hij buikpijn heeft, want dat ken ik van hem. Maar ik denk dat hij oorontsteking heeft. Dus ik denk niet dat ik vandaag heel veel ga vloggen. Ik zal kijken hoe en wat. Ik heb de huisarts al gebeld. Ik word vanochtend als het goed is nog teruggebeld door ze. Want ik wil het toch wel even laten nakijken. Hij heeft aan zijn linkerkant heeft hij allemaal prut eruit gehad. En ik wil gewoon dat daar nagekeken wordt. Het manneke heeft gewoon pijn eraan, want dan kan ik merken, ik mag ook niet aankomen. Ik mag geen t-shirt bij hem aandoen, dus hij zit nou nog in zijn rompertje. Ik mag niks bij hem aandoen. Ik mag hem ook niet aanraken aan zijn oor, want dan wordt hij helemaal woest. Dus hij heeft wel echt ergens last van. Ik hoop dat de paracetamol zo voor hem gaat werken. Maar dat is ook zoiets, dan zeggen ze, geef hem maar een zetpil. Maar Jordi mag geen zetpil. Jordi die mag alleen vloeibare paracetamol. En in principe werkt dat ook sneller. Dus dat is ook helemaal niet erg. Maar ja, zo zie je maar dat ze niet altijd in zijn dossier kijken als je belt. Maar goed. Ik word als goed is vanochtend nog teruggebeld door de huisarts. En we gaan het gewoon even afwachten. Hij heeft geen koorts gelukkig. Dus dat is sowieso mooi meegenomen. Moet ik er wel bij zeggen. Jordi is geen koortsgevoelig kind. Als Jordi koorts krijgt, hebben we een probleem. Want dan is hij echt heel ziek. Dus dat is even afwachten. Ik heb Jordi eventjes in slaap gekregen. En nu ligt hij dus even lekker te slapen. Ik ben nog steeds aan het wachten op de huisartsbelletje. Ondertussen ben ik lekker met Liam aan het knuffelen. Lekker knuffelen, hè, jongen. Ja, lekker knuffelen. Ja, met manneke, hè? Ja. Gelukkig is Liam een vrij makkelijke baby, afgezien van hè, de kleine probleempjes die hij heeft. Maar hij is in principe gewoon een hele fijne, makkelijke baby. Dus ja, ik moet zeggen, ik bof er wel mee. Want hij, net toen Jordi eventjes helemaal over de zijk ging van de pijn, toen was hij heel rustig en... liet hij mij ook gewoon even Jordi knuffelen en zorgen dat hij in slaap ging. En toen ik Jordi eenmaal in bed had liggen, toen liet hij merken van ik wil ook knuffelen. Dus toen heb ik hem maar even gepakt. Hè. En dan zijn we even lekker aan het knuffelen. Oh, je hebt ook aandacht nodig, hè? Ja. Nou, inmiddels is het middag. Ik heb vanochtend de huisarts gesproken. En... de huisarts uitgelegd waar Jordi last van had. En dat hij ook gewoon echt last van zijn oor heeft. En hij heeft oogdruppels voorgeschreven. En dit is voor in de oren. Dit blijkt vaker gedaan te worden. Die moet hij 1 tot 2 keer per dag moet hij 5 druppels hebben. En de eerste paar dagen echt 2 keer per dag. En dan 1 keer per dag een paar dagen. En dan kijken hoe het gaat. En als hij koorts krijgt, moet ik gelijk weer terugbellen. Het is een soort antibioticum, is gezegd. Je hebt veel geplast, ja. Maar hij heeft eigenlijk de hele ochtend geslapen. Hij is nou denk ik een uurtje wakker. Hij heeft de hele ochtend geslapen. Het is nu 2:30. Het is, hij is nu op Boomba aan het kijken. Ik heb hem een fles pap gegeven met paracetamol erin. En zo dadelijk ga ik hem nog een boterhammetje geven. Want ja, hij heeft verder niks op. Hij heeft dit geslapen. Dus ga ik dadelijk nog eventjes een boterhammetje geven. Hij heeft tot nu toe nog steeds geen koorts. Dus dat is positief. Maar de huisarts zei wel van geef hem die paracetamol gewoon. Want hè, als hij echt pijn heeft, kan het toch verlichting geven. En die antibioticum zou ook met een paar dagen echt moeten werken. Ja, en jij hebt je flesje alweer gehad. Ja. En Joef die ligt nu in de bench. Die was aan het terroriseren, dus die heeft straf. Maar ja, hè.
Het loopt allemaal een beetje anders dan dat ik had gehoopt. Maar goed, hè. Zolang hij nog geen koorts heeft. Ik had het ook met de huisarts erover, want het is geen corona toch of zo. Nee, zegt hij. Het is echt neus en oren. Dat is geen corona. Hij zegt, hoef je nog niet eens voor getest te worden. Hij zegt, nee. Hij zegt, het is echt een verkoudheidje. Dus, maar goed. Het zit ook niet op de longen bij hem. Het zit echt bij hem. Ja, hier zo. Dus, ja. Prima. Ik moest het in de gaten houden. Was het vrijdag nog niet verbeterd, dan moest ik sowieso eventjes bellen. En overleggen. En dan gaan we gewoon kijken hoe het de komende dagen allemaal loopt. In principe gaat het wel oké met Jordi, hè, papa? Oh, trouwens, papa is thuis. We hebben net zijn oor gedruppeld. Dat vond hij absoluut niet leuk. Nou, probeer hem een beetje op zijn zij te houden. Ja. Maar hij is al half aan het slapen. Maar in principe gaat het oké met Jordi. Alleen, ja, hij heeft er gewoon last van. En papa moet daar ook naar bed, denk ik. Maar hij heeft er gewoon last van en dat is gewoon niet prettig. Ik denk dat niemand het prettig vindt. Dus hij heeft net paracetamol op en zijn flesje. En deze is hier aandacht aan het vragen. Dit ding. Hè? Je bent lief. Nee. Kappen nou! Maar... Wat zei je? Wat? Ja, ze ligt me nou uit te dagen. Stomme hond. Maar goed, Jordi gaat zo naar bed. Ik heb hem verder niet meer vandaag gefilmd, omdat ik gewoon zoiets heb van, ja, hij wil zijn eigen niet 100%. Dus dan ga ik ook niet mijn kinderen in beeld brengen als dat zo is. Dus vandaar dat ik ook niet veel gevlogd heb vandaag. Maar beter blij kindjes als droevig, hè, papa? Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat het altijd even makkelijk is, ook al film ik het niet allemaal. Maar goed, Jordi. Vooral niet als het een hond is die loopt te vervelen en twee jongen die lopen te huilen. Ja, ik had straks had ik heel eventjes twee kinderen die aan het huilen waren. Liam had buikpijn. Jordi die was aan het schreeuwen omdat hij ook last had. Joef die zat de hele tijd door het gehuil achter me aan te rennen en aan mijn broekspijp te hangen. Omdat ze zoiets had van, hallo, doet er eens wat aan. Maar ja, het is nou helemaal zo. En dat is niet om te klagen, want we kiezen zelf voor een hond. Maar het was wel heel eventjes dat. Maar goed, deze kleine vent, die ligt nu te slapen. Die gaat naar bed toe. 10 minuten zijn ongeveer wel voorbij. Mm. En dan wordt Liam daar weer wakker. Ik denk dat Liam laat naar bed gaat vandaag, hè, papa? Ja. Maar ja, dat is dan maar zo, hè. Ze doet nou een dutje, dus dan... Ja. Dus, maar ja, in ieder geval... ik ga alvast gedag zeggen, want ik ga hier gewoon aan de gang nu. Ik heb vandaag niet veel kunnen doen in verband met de kindjes. Dus ik ga eventjes in de poetsmodus en ondertussen Liam verzorgen. Een hele goede morgen. Lekkere ochtendkoep. Jordi is vannacht 2 keer wakker geweest. Verder heeft hij heel goed geslapen. Die heeft echt zijn slaap nodig gehad. Het gaat ook weer wat beter, moet ik zeggen. Hij heeft nog wel last, want ik heb hem net gedruppeld. Met enige moeite, maar het is me weer gelukt. Moeten. Maar hij heeft zijn slaap gewoon nodig gehad. En volgens mij werken de druppels al. Want hij laat zien dat hij... Ja, hij heeft wel last er nog van en zo, natuurlijk. Maar het is niet zo dat hij echt zeurend is. Maar vannacht is hij gewoon een paar keer wakker geweest. Heb ik hem geknuffeld, kusjes gegeven. En toen is hij gewoon weer gaan slapen in mijn armen. Dus dan had hij daarvoor nodig. Had hij gewoon een beetje pijn.
Ik ga zo dadelijk ga ik Liam fles geven, want die was ook vanochtend er weer vroeg bij, 5:30. En Niels die heeft hem vanochtend de fles gegeven. Ja. Oh. Lekker tutterkontje. Oh. Ben jij een klein lachen, Becky? Ja. Ja. Als je de vlog hebt gezien maandag, dan zie je dat Liam een Volkswagen Beetle had gekregen. Nou heeft Niels die heeft een aanhangertje ervoor besteld. Ik vind het echt serieus helemaal geweldig. Kan hij straks als hij een beetje erop kan zitten en kan doen, kan hij lekker ermee spelen. En dan heeft hij ook echt iets geweldigs. Ja, ik vind dat we het goed hebben gedaan. Ik ga even kleedje pakken. En ik heb vandaag een pyjama dag, ook voor de kinderen. Het heeft toch geen nut om mij helemaal aan te gaan kleden. Terwijl ik zeker weet dat ik thuis ga blijven. Ik ga even de kindjes aankleden en zorgen dat Liam de fles krijgt, want ik hoor ze alweer zeuren. Jordi ligt nog te slapen. Liam die heeft net de hele tijd geslapen en die is nu wakker. Ben jij lekker wakker, ventje, hè? Ja. Je bent lekker wakker, ventje. Ja. Dat is mijn ventje. Ja. Lek stukkie. Hi. Hallo. Hi. Liam vindt het helemaal geweldig om die muziekmobiel aan te hebben staan. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb bij AliExpress zo'n ding besteld. En ik ga even kijken of het werkt. Ik heb de batterijen er al in gestopt. Ik heb hem nog niet eerder aan gehad. Oh, dat ding draait ook. Oh, dit zijn andere liedjes. Want er staat hier een emmetje op. Er staan iets van 22 liedjes op of zo, hoor. Ik ga hem daar eens eventjes aan ophangen. Er zit zelfs een kerstliedje op. Dat ding werkt goed. Och, Lily, steek me aan, jongen.
zich nog niet zo lekker voelt, krijgt hij lekker eten voor de tabby. Dan weten we in ieder geval dat hij eet. Daar gaat het om, hè, papa? Mm-hmm. En Liam die was ook even aan het slapen. Oh, trouwens, Niels is thuis. Liam was ook heel eventjes aan het slapen. En die is nu weer wakker. Jij bent weer wakker. Ja. Jij bent weer wakker, hè? Ja, wat een zucht. Komt ze weer aan, zeg maar. Komt ze weer aan met mijn etteren. Ja. Komt ze weer aan met mijn etteren. Joef schiet ook even. Joef heeft zijn gekke 5 minuten. Ik ga gauw eventjes eten opscheppen voor mij en Niels. En dan gaan wij ook eten. Nou, wat eten we vandaag? Gebakken aardappeltjes met ertjes en worteltjes. En een worstje. En dan wil Niels nog curry erbij. De kindjes slapen eindelijk. Deze kleine kind nog niet. Wat? Wat? Deze slaapt nog niet. Die gaat ook wel slapen, hè? Ja. Ik ga daar eventjes de tuin in. Als ze daar de spuiten allemaal heeft gehad, dan mag ze lekker uitgelaten worden, hè, papa? Mm-hmm. Dan gaan we ze tuin zindelijk maken. Voor nu kan dat nog niet. Ik ruim gewoon netjes alles op en zo. Maar ja. In ieder geval, wij gaan deze ups en down afsluiten. Wij gaan zo dadelijk naar bed. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Ook namens deze. Oeh, zeg maar dag allemaal.